Hallo mensen, dit is Vincent van Banjo Town en vandaag gaan we natuurlijk weer een horror game spelen net als elke week. En deze keer is het een browser game. En wat houdt het in? Ja, dat jij het ook gewoon kan spelen. Tot na het intro. De game heet Undead Island. IJsle. Mansion. En de mansion is een groot huis. Laten we het daarop houden. En dan heb ik de toetsen niet gezien wat we moeten doen. Nou, we zitten dus in het huis. Met kaarsen die aanstaan. Dat vertrouw ik al niet. Wat het zijn? Geen 3D kaars, of wel? Oh, oké, dit zijn wel 3D kaarsen. En een mooie piano. Oké, daar kunnen we niks mee doen. Ik weet dat het geluid echt keihard staat. Maar dat moet de boel niet verprutsen, denk ik. Een deur hier zo. Oké, dat is wel een heel raar geluid voor een deur. Spinnendag. Oh, dit vertrouw ik niet. Hallo. Mooie schilderijen van de mansion. Dat zie je heel vaak, hè? Schilderijen van het huis zelf. In het huis. Kijk eens. Dat ziet er allemaal wel heel gezellig uit, vind je? Oh dear, het waait. Ik zie het nu alweer. Het tocht. Onze leven staat op 100%, dus dat betekent dat wij aangevallen kunnen worden door iets. En wat het is, ik zag iets van een zombie op de foto. Zo'n mooie boekenkast en oude filmrolletjes. Wat staat hier? Gardening. Tuinierboeken. Leuk. Is het Slender? Serieus, zit in elke game Slender die ik nu ga spelen of zo? Damn. Open. Oké. Oh my god. Weg! Schrok me dood. Oké, we hebben dus een zwaard gevonden. We kunnen misschien wel doen. Oké. Cool. We hebben nog 100% leven. Oh, dat vind ik creepy. Het zijn maar zombies, Vince. Weg! Er mist iets daar. Wow. Yes, die kunnen we pakken. We hebben wel weer leven, jongens. Dat is mooi. Kunnen we hier nog wat doen? Nee, niks. Oké, de game is dus iets met zombies. En iets met soort van geesten. Zitten hier nog van die gasten? Oh, ik vind die gasten echt creepy, die zombies. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen moer voorstellen. Daar staat er één en daar staat er één. Oh, ze rennen! Oké, cool, die blijft staan. Zullen we die ook gelijk vermoorden? Voor de zekerheid, weet je, want... Oké, ik ben gewoon leven kwijt als ik nu... Package, yeah! Oh, shit. Gelukkig waren hier geen deuren. Oh, ja, maar schrikkenbeest. Er staat er een op te wachten, zie je het? Wat een smeerlap. Hallo meneer, kijk hem lopen dan, die viespeuk. Kom maar. Yeah! Die by the sword. Yeah, dat is mijn tactiek. Door de leuning heen. Ik
Ik weet niet of we die eruit moeten gaan. Ja, yeah, we zijn buiten. Is dit dan de graveyard? Wow, dat huis ziet echt heel mooie graphics uit. Oké, okay, wat zien we hier buiten? Ik zie een gebouwtje. En een haventje. Ik zet het geluid een klein beetje zachter. Kijk, ik heb het geluid ietsje zachter gezet, jongens. Wie wil er een pompoenstukje? Oh, een shotgun. Oh, oké, cool. Hebben we nu twee wapens? Oké, we hebben shotgun en we hebben een zwaard. Oké, hallo meneer. Hallo. Maar die shotgun kan je tenminste een beetje op afstand houden. En aimen. Oh, wat vet joh. Dit ziet nog... Oké, vogels. Niks aan de hand. Ik dacht, wat zijn het? Vliegende pompoenen. Oké, we hebben daar een schuurtje en daar een huisje. En dat huisje ziet er heel gezellig uit, maar het schuurtje ook. Dus we gaan denk ik eerst even het schuurtje bezoeken. Gaat dat met E? Nee, die gaat niet open. Er ligt daar een lijk. Jij lijkt op... Een lijk! Dat dit gewoon een gratis game is op internet. Dat is echt geniaal. Wat is dat? Dat, jongens en meisjes, is een spin. Dat zijn meerdere spinnen. En dat zijn zombies. Die kunnen we aan met zwaard. Oké, cool. Damn. Spin in the game. Vet. What the fuck is dat? What the hell was dat? Damn. Ik zou vertellen, waarom zie je in zombie games altijd van die grafstenen? Echt gewoon standaard gewoon dat je dat object... Wat? Ik zie echt allemaal rare beesten. Ik zie geesten daar. What the hell? Serieus, wat is dit voor een game? Er zit serieus alles in. Geesten, zombies, schorpioenen, pompoenen. Hallo meneer. Oh! Oké, er komen meer zombies. Ik vind die erg. Want... Bam! Toch een shotgun. Oké, zullen we die geest gewoon kapot maken met ons... Een geest kan je niet slopen. Met je shotgun, denk ik. Wel een package. Yeah! Oh, er komt een zombie op afgerend. En... Kom op, ja! Kom een spin om af. Gewoon uit het niets komen die ook, hè? Ik zag daar serieus wat bewegen. Oh. Oké, we hebben een nieuw wapen. En het is een Uzi. Oké, mijn zwaard is sterker. Oeh! Oké, dit ziet er echt heel erg apart uit. Dit is weer zo'n boerderijachtig iets, heb ik het gevoel. En een hele mooie brug en die gaat hopelijk naar een nieuw stuk van land. Er komen nog beesten op ons af, het is echt kei donker. En volgens mij doet mijn licht het... Oh ja, dat is mijn licht, oké. Serieus, is het Loch Ness? Dat is volgens mij het monster van Loch Ness hoor, dat kan gewoon niet anders. We zitten in Schotland. Oké. Feel good. I don't know what you want me. Wat is dat? Het is een grot. Ik ga in je auto. Hopelijk wordt het GTA. Kijk of ik erin kan. Nee joh. Oh my god. Deze game is awesome.
Weet je wat ik knap vind van horror games? Als ze gewoon niet in de nacht afspelen. Dat het gewoon alsnog heel eng is. Maar ja, de meeste verhalen over geesten en zombies zijn natuurlijk ook vaak 's nachts. Nou, zombies kunnen ook overdag natuurlijk leven. Maar het maakt het altijd wat enger, hè? Sfeer en zo. En we zijn ineens gekomen bij een tempel, denk ik. Ziet eruit als een tempel. Oh! Allemaal spinnen komen op me af. Oké, we doen lekker zuinig met de kogels. Dus ik pak even mijn zwaard voor deze spin. Zo. Ik hoor nog iets. Ja hoor, schorpioen. En nog een zombie. Oké, ik maak wel eens mijn shotgun kogels op. Helikopter! Helikopter! Yes! Dit is wel heel vet gedaan. Oh my god. Ik haat... reclame!